Twee jaar geleden heb ik voor een klant van Johan Oldenhagen, die in Frankrijk hoort, zijn prachtige DS Cabriolet omgebouwd van handgeschakeld naar een halfautomaat. Nu, twee jaar verder, is er wat onderhoud aan de auto nodig en moet de halfautomaat weer een beetje bijgesteld worden. In Frankrijk is het moeilijk om echte goede DS-garages te vinden. Dus de eigenaar heeft zijn auto gewoon naar Johan laten brengen door een transportmaatschappij. En ik krijg de eer om dit onderhoud te doen aan de auto. Dus dat wordt een leuke dag. Gaat het naar het zien, Egbert? Hé? Gaat het naar het zin? Ja, het gaat helemaal naar het zin. De uitlaat zit er weer helemaal op. En nou, straks even kijken of die luchtdicht is. Hier weer zo'n originele klem opgezet, want die ontbrak. Waardoor die hier vrij droeg. Terwijl hij moet hier ondersteund zijn, anders kan je uitlaatspruit natuurlijk scheuren. Dus die zit weer op. Nou ja, en hij was er helemaal onderuit, maar alles zit weer. Nou, de hele ochtend zo'n beetje bezig geweest met uitlaat, klein beurtje, olie en dat soort dingen. En dan kan ik zo meteen, als de wielen er weer op zitten, gaan doen waar het echt om gaat. Namelijk het fijn afstellen van de halfautomaatbak. Het ziet hier allemaal keurig netjes uit. Alles is droog. En daar ben ik eigenlijk best trots op. Dat twee jaar nadat ik deze ombouw gedaan heb, allemaal gewoon keurig netjes schoon uitziet. Ja, voor de zekerheid doorloop ik gewoon de hele afstelprocedure van de halfautomaat. Toerental, het verhoogd toerental moest ik ietsje omhoog doen, dus dat heb ik gedaan met de reverse crunch methode om de koppeling af te stellen. Was heel duidelijk dat de vrije slag van de koppeling te groot was geworden. Logisch, want er is een nieuwe koppeling ingegaan en die slijt natuurlijk in het begin een beetje. Nou, die ook weer netjes afgesteld. En dan ben ik nu zover dat ik de proefrit kan gaan maken om de schakel, het werkelijke overschakelen, goed af te stellen. Goed, hij staat dus 1 en dan moet hij nu dus, als het goed is, mooi gaan kruipen. Ja, kijk. Ja, ik vind dit wel lekker zo, dat hij zo gaat kruipen. Dan kijk, als je een beetje rustig rijdt, of hij mooi overschakelt. Dat moet helemaal vloeiend gaan. Dat doet hij. Straks eventjes kijken of ik hem er doorheen kan laten slippen, want dan moet hij toch wat strakker natuurlijk. Nou, die remmen is echt... De DS is weer in perfecte staat en kan terug naar de eigenaar in Frankrijk.
Ik heb veel geleerd van dit project. Ook is de samenwerking met garage Johan Oldenhagen altijd erg leuk.